FCB Supportcast. Hallo iedereen, uh, welkom bij de derde aflevering van onze podcast. Uh, met een speciale gast vandaag, Sven Doest. Sven, eerst en vooral een vroeg proficiat met je verjaardag van morgen. Ja, uh, zie ik nog een keer door de Wikipedia pagina en zo gelopen, maar ik zag dat je morgen 27 Ja, Klopt, hoor. inderdaad. Ah, ja. Een jong film. Ja, ja. He, wel, dat viel me wel op omdat. Allee, als we aan jou denken, komt die match uh, van in 2011 tegen ja. Anderlecht de uh, aan bod en uh, door ons hoofd. En Eigenlijk is hij nog maar 27. En het lijkt al een eeuwigheid, al tien jaar geleden je, uh... Ja, inderdaad. Nu in augustus had uh, dat tien jaar zijn, inderdaad. Uh, en ja, vele verschillen daar wel van van: oei, ben je nog maar 26 of oei, word hij nog maar 27. Dus uh, ja. ja, ik kan al uh, ik ga even mee, natuurlijk. Ja. Ik had op mijn 16 jaar en half ook al in de eerste ploeg, en dan op je 17. Uh, je debuut maken, dus, uh, ja, dat lijkt inderdaad al een eeuwigheid geleden, maar als jonge gast en uh, nog altijd jong. Het is wel opvallend, je, je wordt er 27, dat je nu al een cultfiguur zit. Veel <laughs> velen die moeten wachten aan ze pensioen gerechtigd zijn, dat ze een cultfiguur kan worden, Hier <laughs> wel de grote eer van dat nu al te zien. Ja, ja inderdaad. Uh, als je mijn naam zegt, denken veel aan sowieso ja, aan dat ene moment. En uiteindelijk heb ik ook maar. Uh, een x aantal minuten voor Club Brugge uh, gespeeld, uh, maar denk ik uh, een betere binnenkomer dan ik aan hem Nee, wat me wel opvalt is, we die statistiek bekeken, inderdaad, enkele minuten voor de club, maar ik associeer nu met de club, los van die match. Dus ik snap niet, je ziet de cultfiguur, iedereen kent je, en ik associeer je al, al sinds, sinds jaar en dag met de club. Dus er is, ja. toch, er ja. is toch meer. Ja, ik ja, uh, ben, ben, ben geboren en getoond hier uh, in Sint-Andries. Uh, mijn ouders zijn hier uh, al uh, 25 jaar een café op Sint-Andries, uh, waar iedereen voor de match en na de match samenkomt. Je dus, mag de uh, naam noemen. nee mag uh, De maken. comptoir op sint plaats inderdaad. Uh, ik speel ook al van mijn tien jaar bij Club Brugge. Ik uh, ben begonnen bij Varsenaren, dus ja, ik heb eigenlijk heel mijn leven uh, bij Club Brugge gespeeld. Of toch, heel deel van mijn jeugd, dat dan uh, vijf jaar bij de eerste ploeg. En ik uh, uh, ben ook een club van in hart en nieren. Uh, ik heb enkele Europese verplaatsingen meegedaan. Uh, en als ik, als ik speler was, was ik niet alleen speler, ik was supporter ook. En soms op de bank iets te geven. Soms. Uh, een beetje à la Pascal Plovis soms ook. Uh, maar uh, okay, ja, ik denk dat er ook niks verkeerd mee is. Maar ik ben echt wel een clubman in hart en nieren. En dus bij Varsenaren gestart? Ja, inderdaad. Is dat, uh, spontaan omdat je daar iemand kende? Oh nee, we zijn gekomen omdat ik. Uh, omdat ik in Varsenaar naar school ging en mijn, mijn, mijn kameradjes van de klas voetbalden ook bij Varsenaar, dus eigenlijk daarom uh, gewoon bij Varsenaar begon. Maar al snel, uh, denk achter een jaar kwam de kwam club uh, al aankloppen. Dat was toen uh, Luc Nooi. ik kan dat nooit vergeten, die, die met aan papa stond te spreken. Maar ik wou dat toen nog niet, ik wou gewoon amuseren met, met, met mijn vriendjes uh -huh. van de klas. Uh, maar toen ja, uh, ieder jaar bleven ze en bleven ze maar komen. Tot, uh, tot ik tien jaar was. En dan kwam uh, de keepertrainer, Willy Lozen. Ja, doe een keer een keepertraining mee, uh, je kan dat nog altijd beslissen. Uh, en dan uh, was ik wel, ik weet nog goed, mijn eerste training enorm verschon van het niveau. Het verschil tussen op die leeftijd Varsenaar en Club Bruy was al immens. Uh, en toen ja, dat ook ik direct uh, de microben te pakken. Ze hebben dat toen ook wel heel goed gespeeld. Direct me meegenomen uh, als klein ventje in de kleedkamer van de eerste ploeg. En een keer op het veld en dit en dat. Dus ja. Uh, ik denk dat het ook wel een take was dat ze me toen al echt wel bij de ja. jeugd wouden, maar ja, toen je uh, in die kleedkamer kwam en daar en daar. Daar ben je verkocht. To, ja, toen ben je verkocht en toen heb ik dezelfde avond nog uh, mijn, mijn overeenkomstje getekend. En wist je toen al van, ik ga hier ooit nog mijn vaste te in in die kleedkamer? Oh. Was dat dan al vastberadenheid dat moment? Uh, wel, uh, dat was toen wel echt mijn droom om, om voetballer te worden, want ik wou, ik wou altijd al voetballer worden. Uh, als mijn ouders vroegen wat moet je jij voor je verjaardag voor Sinterklaas, moest je een, een bal en een keeper aanschoenen. Maar Lego, wel, wel een keeper, hè? Ja, dat ging ook dat, ja. oh, vanaf, vanaf het eerste moment. Ja, ja, ja. ja, ja mijn papa was, uh, was ook keeper. Maar al, pas op, mijn papa heeft me nooit gepoest om, om keeper te zijn. Maar ik was nog een die, uh, die, 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 die graag uh, in, in, in de slijksprong bezig was spreken. Dus ja, dat was ook een van de dingen, ja, Als keeper mag je vuil worden en in de slijksprong. Dus dat was ook een van de redenen dat ik keeper geworden ben. En blijkbaar... Uh, kon ik dat dan nogal een beetje? En, uh, en, en daardoor uh, allee, wou ik dan echt altijd al voetballer worden, later ook. Uh, en toen hij bij de club kwam, uh, ja, oké, okay, er zijn zoveel spelers bij de club uh, die, die wel doorbreekt. Maar dat jaar na jaar uh, werd dat dan zo wel meer duidelijk dan zij mij wel toekomst zagen. Ik uh, mocht daar ook al mee trainen met een jaar ouder, met twee jaar ouder. En uh, dat, was wel, uh, dat was wel tof. Ja, en uh, ze zeggen altijd om keeper te zien moet je een beetje zot zien. Klopt dat cliché? Of uh, is dat waar dat ze zeggen? dat je moet, uh, wat je moet wel durven. Ik uh, nee? ja, denk dat vooral dat maar een EFT he. zot zijn. Ja, als je het dan uh, Lam ziet bij wijze van spreken, ja. dan is uh, denk uh. dat dat nog zotter is dan zot. Ja. Uh, maar ik denk dat het vooral is dat, dat je moet durven. Bijvoorbeeld, ja, uh, als er iemand alleen komt, allee, op je komt met een bal, moet je daar in zijn voeten gaan springen bij wijze van spreken. Of, ik zeg maar iemand die, die dan een volley pakt, maar hij daar groot gaan maken en hij leven alleen voor de bal smeekt. Dus allee, dat je wel een ding dat je zo'n bal tegen je hoofd krijgt, of dit of dat. Ik of, bedoel, als als keeper wedstrijd speelt, kom je nooit ongeavond uit de strijd. Je hebt altijd wel daar een schrammetje, daar iets, daar iets. Dus het is vooral wel durven, denk ik. Uh, zot zijn ja, heeft daar misschien een klein beetje mee te maken, ja. maar ik denk uh, dat vooral wel heel veel durven is. Voilà, ik zeg zot zijn eigenlijk durven zijn. Ja, ja. 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 Um, ja je jeugd bij de club. Um, ja, vanaf je elf jaar zijn er zo spelers die je mee opgegroeid bent binnen een club die je zegt van die zien ook later doorgebroken. Ik oh ja, in het uh, heel pak, want van mijn, uh, van mijn leeftijdscategorie zijn er toch wel heel wat doorgebroken. Daarom niet alleen bij Club Brugge, maar waaronder toch Bjorn Engels, Verstraeten, Sander Koopman. Uh, Tuur Dieriks, die, die nu ook in Westerlo speelt, uh, en dan niet te vergeten uh, onze Brendan. Ja. Uh, Brendan is wel een jaar ouder, maar ik werd, werd al snel ook uh, naar, naar een jaar hoger uh, gestuurd om daarmee te spelen. En uh, dat was al met Brendan, en uh, ja, ik weet nog, mijn, mijn, ouders en, uh, of mijn papa en zijn papa reden ook altijd samen naar verplaatsing, dus sowieso hadden al een, een hele goede band, uh, nog altijd door elkaar wel, uh, wel af en toe eens. Uh, en, uh, ja, dat zijn de spelers die, die, die op dit moment wel nog in eerste klasse actief zijn. Cool ja, leuk ja. En je zei daarnet net al het niveau van varsenaren naar, naar club toe. Dat was een groot verschil. Goh, ja ja. Wel, wel het feit is, Als je bij varsenaren aansluit en je wilt voetballen, ook al kan je niet voetballen, dan sta je daar bezig te Allee, van springen te voetballen, maar nog de schoendoos rond je, rond je voeten. Mag je nog bij Varsenaar voetbal, Allee, bij wijze van ja, spreken, ja. dus daar uh, komt talent, niet echt, uh, is niet echt aan de orde. Uh, ben je goed ga je dan bij de provinciale. Bij wijze van spreken. Ben je minder goed, blijf je bij de gewestelijke. Dus, uh, uh, maar bij een ja, vanaf dat je, dat je niet goed genoeg bent, ja. ook al bij maar acht, negen of tien jaar word je onverbiddelijk. Dat is hard. hè? Ja, inderdaad, ja, dat ik is ken, hard. Uh, Als ja. die in mijn straat woont, die lang bij de Club Jeugd gespeeld heeft en dan die boodschap gekregen ja. heeft. Maar die boodschap krijg je wel als je kind bent. Je ja, is, is geen volwassenen ik weet die nog, dat allemaal kan plaatsen. Ik weet nog, uh, dat was dan twee jaar ik de evaluatie. Um, en dat was echt. Ik weet nog de wegen van voordien. Dat is echt dat ze ook al. waar dan 11, 12 jaar. Oh, het is evaluatie, het is evaluatie Precies Of dat je, ja, dat je achter je rapport ja. moest van op school. En dan uh, was het al mijn nieuwe dus dat ik dan te horen kreeg van ja, je gaat moeten een effortje doen of je daar moeten op werken. En dan de volgende evaluatie, kreeg ik dan effectief te horen van uh, ja, je moet weg. En inderdaad, als kind, ik zei bij nu acht, negen, tien jaar of zestien jaar, allee, het maakte, het maakte niet uit. dat het niet goed genoeg was, was het gewoon, ja, ja. je mag gaan. Wij hebben hier in school, uh, allee, ik geef en les in Sint-Andries, een aantal jaren al kinderen um, die bij de jeugd spelen, maar die soms op internaat zijn in Brugge, die eigenlijk vrij vroeg het huis verlaten voor bij Brugge allee, uh, aan te sluiten, om mee te spelen. en Ik heb in de lerarenzaal al vaak discussies gehad met mijn collega's. dat Ze zeiden, dat is toch wel hard. We, we hebben al een keer een kind gehad die na het vijfde te horen kreeg van ja, volgend jaar in het zesde eigenlijk, uh, ben je niet meer welkom bij je club. Je bent niet nee. goed genoeg. Die jongen had dan een jaar hey, uh, op internaat hier in gezeten in Brugge. Zijn nee. ouders verlaten. Dus het is wel een, een vrij hard iets. En twee keer op een jaar geëvalueerd worden en, en horen van ja, het is een deel van je toekomst die beslist nee. wordt. Ja. Maar voor jou is dat minder van tel omdat je man van de streek bent. Dus dat is, dat is een minder vreemde ervaring. Ik bedoel, het is, het is op... Uh... Maar het is wel een droom dat je ja. nastreeft. Ja, dat is waar. Maar ik denk wel... Um, Oké, okay, Op acht jaar is dat wel heel jong en heel hard, mm. om, uh, om, allee, heel hard dat dat aankomt. Maar ik denk wel, als je zo 13, 14 jaar bent en je bent bij Club Brugge, is sowieso top van België. Zeker de laatste jaren qua doorstroming. Uh, dus toch echt wel een best. Uh, ook met die Club Next. En je ziet welke spelers die de laatste jaren toch al mogen debuteren. En als je het dan bijvoorbeeld, ik weet nog, vorig jaar in Champions League was het de, uh, de, uh, de, uh, de Kuyper, denk ik, ja. die uh, plots. Uh, niemand dan nog van zijn naam hoor, en plots ja, dat stond was hij tegen die United. Er. Ja, tegen Manchester ja. United klopt. Ja. En um, dat, dat doet de club nu wel goed, vind ik toch de laatste jaren, ze echt proberen die jongens een kans te geven, maar ook blijven kansen geven. Want dus, ik zeg het, als je als, je, als, je als jonge hast voor de eerste keer mag starten, en dan. Uh, Oké, okay, je doet niet super goed, wat dat ook wel ergens logisch is. Want allee, je komt in een start van 30.000 man terecht, je moet direct presteren. Um, maar nu. Proberen ze wel de kans te blijven geven om hen er ook wel echt te laten groeien, om daar gewend mee te worden. Um, en dat vind ik dat club nu wel goed doet. Maar als je bij de club zit op je dertiende jaar, je zit al in top van België en je moet weg. Er zijn ja. nog andere clubs, alle de buren, alle ja, Oostende, alle ja. Zultewaar. Ja. En als ze daar dan wel kunnen ontwikkelen, denk ik wel dat die club, die club hen in de tijd heeft, net om te zeggen van je bent niet goed genoeg. Als ze het daar wel kunnen ontwikkelen, dat ze er wel sterker aan uitkomen. En goede voetballers gaan altijd bovendrijven. Maar het is niet altijd makkelijk om op je 13 of 12 of 13 jaar te zeggen van ja, hij gaat doorbreken, hij niet. Want je weet ook niet welke marge ze nog, hebben. Uh, hoe is hun groeiproces, dit en dat. Dus het is al een beetje weg naar Weemo maar ik denk wel dat de club wel met heel veel parameters rekening houdt uh, om dat te doen, om toch wel dat ze niet iemand onnodig naar de, naar de uitgang gaan wezen. Maar de buren zijn wel een dankbaar vangnet. Ik heb al gemerkt, die jongen uit mijn straat uh, ja. speel bij ik weet niet, al, al dat jouw lichting was in Ambrecht Brecht Beke, zeg je dat iets? Ja, die, die ken ik, ah, ja. die is, uh, is, uh, ook... is uh, twee of drie jaar ouder ah, mij, ja. die, ik weet dan ik. Ja, die komt ook in ja, En ja. die zie ik soms en die zei ook, ja. ik ben ook naar naar cirkelen gaan. Ja. Maar je wist me wel te vertellen dat het niet met zijn hart was. Uh, dat was wel <laughs> voor de club. Maar toen komt dat moment dat je opbouwt, uh, de jeugdreeks doorgaat gaat en toen uiteindelijk bij de Beloften recht komt, omdat dan waarschijnlijk de selectiepool is voor de eerste ploeg. Ja. Hoe, hoe gaat dat dan? Dus. Geval, maar van mij zat ik allemaal super, super snel gaan. Dat was echt een stroomversnelling, want ik kwam uh, op mijn 16 jaar al bij de bloffen, dat Toen eigenlijk wel relatief jong was. Op mijn 15 jaar trainde ik al af en toe een keer mee. Uh, mijn gasten die toen al wel 18, 19, 20 jaar waren. Uh, maar dan plots uh, kreeg ik dan nooit vrienden. Op jaar kreeg ik toen een telefoontje dat ik uh, dat ik mee moest uh, op stage naar Marbella. Want uh, Stein was toen nog uh, gekwetst en ze hadden drie keepers nodig op stage. En was er nog een andere keeper weg ook? Op dat er moment. Waren er geen twee, dat, dat ik gelezen had dat er twee plaatsen. Uh, dat er nee. twee keepers weg waren. Ja, maar nee, dat, 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 was, dat was toen. Uh, dat was toen met Steen, um, Heer Te Vlieger en Colin was toen derde Heerte keeper. Heer Te Vlieger, er, ja. dat was ook de naam. Ja, dat klopt. was ook in die weg. En uh, inderdaad, dus, uh, dus ik ben met dat gaan uh, op stage. En toen uh, is na die stage heel die affaire met Stijn uitgekomen. Um, en toen ja, ben ik direct doorgeschoven geweest. Uh, waar Colin dan uh, eerste doelman, Heert tweede en ik derde. Dus Stijn was dan weg. En op het einde van het seizoen was al bekend dat Heert um, ging stoppen. Um, en toen ja, heb ik in, in, in die, die man. Waarschijnlijk bewezen dat ik dan waard was om, om het seizoen erop derde keeper te zijn. Ja. waarschijnlijk. Anders zijn ze de, dan nooit beslist. Hem. En hebben ze toen nog uh, Vlaadan Kjovic gehaald. Uh, en toen, vanaf toen, was ik eigenlijk uh, volwaardig lid van, uh, van de AK. Dus dat is in feite van mij echt in een, in een stroomversnelling te halen. Maar ik wel dat het zo zo had. Het valt altijd een beetje met geluk te maken. En één ze dood is de anders zijn brood. In het geval van Steen, die dan weg moest. En ja, ik, ik ben het dan doorgeschoven geweest en ja, zo is dat uh, allemaal heel snel gaan toen. Maar je leert dat redelijk vroeg hè? in het voetbal: de een zijn dood is, de ander zijn broer. Ja, inderdaad, ja, maar het, dat is zo. dat is al bij de jeugd zo niet. Nee, ja, inderdaad, genoeg. maar voetbal, voetbal is, is echt een teamsport. Uh, en je staat oké okay, met elf op het veld hè, en de bankzitters. Maar uiteindelijk, uh, binnen die teamsport is het eigenlijk voor zichzelf hè, natuurlijk. Want uh, hij wilde op het veld staan en, en je, je, je concurrent. Uh, okay, je wil natuurlijk dat hij, dat hij het goed doet en dat de ploeg het goed doet, maar uiteindelijk ja, zou je wel liever hebben dat hij een keer over de bal baltrap zou spreken dat hij de week erachter erin ja. staat. Dus binnen, binnen teamsport is het ook wel ergens aan voor zichzelf natuurlijk, omdat je toch wel echt in die ploeg wil staan. En er is, ja, wil... ja, dat en er is dan een moment, misschien ben ik voor mijn beurt aan het spreken, maar is er een moment dat je derde keeper bent en dat Vladan Kujovic plots niet beschikbaar is. Ja, klopt. Oh, dat was voor een specifieke match verzekerd. Ah ja, tegen anderlecht inderdaad. Uh, klopt, uh, Vlaanderen uh, had hem in die week uh, gekwetst, maar nog redelijk zwaar gekwetst. Uh, en uh, inderdaad, dan speelden we tegenanderlegt. En uh, je ja, moet je gaan plaatsnemen op de bank. Maar ik had al een paar wedstrijden, al het jaar ervoor, ook al een, keer, uh, een paar keer op de bank gezien. De al... eerste keer dat ik op de bank zat, was ik zelfs nog niet bij de A-kern, was uh, thuis tegen Gent het jaar voordien, toen had ik uh, nog allee, half bij de beloften zat. En nog half bij de jeugd ertussen bengelde. En toen was Collins een debuutmatch tegen Gent. Ik had nooit En toen was ik echt wel onder de indruk. Ik was toen pas 16 jaar geworden. En toen hoopte ik echt wel dat ik niet moest invallen. Daar ga ik heel eerlijk over zijn. Want ik was echt onder de indruk. Van de omstandigheden is dat toen? Ja, gewoon. Een paar weken voordien stond ik nog in extremis als ballenraper. Ik weet dat nog, want het zou niemand tekort hebben. Maar dat ik, ik dicht woonde en ik weet nog ze bouwen. Toen ja, Sven, kan je nog vlug afkomen. Met, met een ballenrapper tekort. Ik zei, ja, het is goed, kan je nog vlug komen. Dus toen mijn, als ze drie, vier jaar kleiner waren of ik, dan ik, denk ik daar uh, nog ballenrapper. Een uh, paar maanden nadien zit je plots op een bang. Dat was in hetzelfde seizoen, ik kan dat nooit vergeten. Er zijn er toen eigenlijk uh, mensen van de A-kern die zich om jou ontvangen. Ja, 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 zeker. Ja, zeker. Uh, Peter van der Heijn en Karel Herarts uh, uh, vooral. Uh, omdat toen een vrouw van Peter ook goed Bevriend was met, met mijn ouders omdat zij toen het café aan breidel had eh, hier op de plaatsen En eh, dus Peter vooral en Karel Gerard. Ja, we moesten dan uh, gaan eten, naar wijnenbrug of, of ja, hier in, in de claude die eh, Maar ja, ik was 16 jaar, ik had ja, nog geen, ja. alle, geen auto, dus ja, ik kreeg dat met onder mee. Dus ja, dat was wel tof. Uh, dan dan, dan sta je wel uh, over, je, over je ontfermde. Ja, en zijn er ook zo spelers die zegt Ik voel echt een afstand, omdat alleen van niveau dat het groot is, of gewoon de taalbarrière. Zegt, Goh, ja, als je als jonge gast binnenkomt, de, 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 de Baal of, of de Nederlanders, ga je al sneller een, een band mee hebben, omdat je ook al de taalmachtig bent. Uh, niet, niet dat ik geen Engels kon daar niet van, maar die buitenlanders, ja. Die, 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 die komen hier dan van een ander land en dan komt er je hasje van de jeugd: een keer mee trainen, ja, ja, of dit zo. of dat. Dus die, die afstand is wel, uh, is wel veel groter. Zeker als je als belofte een keer mocht meetrainen. Dat, uh, dat was echt: uh, oké, okay, kom ik hier keer een keer meedoen en morgen zie je terug weg. Maar oké, okay, dat je dan vast in de A-kerk komt, uh, is dat wel anders. Plus dat ik ook wel nog een sociaal type ben: ik praatte met iedereen, dus ik heb eigenlijk nooit met iemand problemen gehad. Dus ik denk wel: uh, voor het als ik uh, overlaatst, zal ik uh, Jozef Akpalla en uh, denk ik dat ik hem al. Goh, vier jaar, vijf jaar niet meer gezien had hmm. en ik kon me nog. Dus ja, uh, ja, ja, dat is wel teken van... Ik, ik was echt wel... Ik praatte met iedereen. En was dat nu in Donk, was dat Diraar of als de jonge gast die dan van de belofte overkwam? Voor mij ja. maakte dat niet uit, omdat ik zelf ook niet zo wil behandeld worden. Dus ik praatte met iedereen. Dus ik kan met iedereen Zelfs melen. met ons hier en nu in, in deze fantastische setting. Dus uh, ja, <laughs> nee, he, ik, ja, ik. ben een sociaal type. Ik zou niet kunnen met iemand uh, ruzie hebben of, of expres ruzie maken. Dus, dus je zit daar... In augustus 2011. Als ik me niet vergis, zit je ja. daar op de bank. Ook ja. nog altijd, waarschijnlijk onder de indruk van een club ander legt. Dat is niet gelijk nee, dat elke is, andere Nee, match. inderdaad, inderdaad. Maar toen ben je dat al meer um, gewend omdat je dan ook al veel meer. Je bent toen echt al lid van de A-kern. Je treedt met, met de jongens mee. Uh, dat niveau ben je intussen al gewoon. Dus uh, op dat moment. En ik had toen ook wel ik weet, nog een heel goede voorbereiding. Gehad. Uh, de wedstrijd dat ik dan mocht spelen, had ik ook gewoon goed gedaan. Dus uh, op dat moment zet je dan ook wel met een pak meer vertrouwen uh, uh, op de bank. En uh, uh, ja, ik weet nog, het uh, was een fantastische dag. He. Uh, allez, prachtig weer. Ja, zo uh, begonnen met prachtig weer. Ja inderdaad, zo is het inderdaad begonnen. Prachtig weer, met mijn kort broekje op de bank. En uh, uh, ja, dan een beetje later gebeurde alles. Ja. Dat is wel mooi, zo het understatement van de sessie hier. Hé? En dan gebeurde alles. Dus uh, ik denk dat het beste is dat we dat ik gaan fileren en ik ga gaan kijken wat dat, wat dat alles dan was. Hé? Ja. Um, ja, een match dat je waarschijnlijk uh, ja, wel met wat spanning, omdat tegen een ander uh, op de bank zat, maar niet met gedacht van dat je ging moeten spelen. Goh, nee. Uiteindelijk, als keeper, wat is de kans dat je als keeper een keer moet invallen? Hoeveel keer gebeurt dat in een jaar? Eén keer, en dat is dan nog veel, dus, uh, soms gebeurt het gebeur me, meer niet dan wel, natuurlijk. Uh, dus ja, oké, okay, je bent wel ge, geconcentreerd en je bent wel echt bezig met, met, met die wedstrijd, maar te dachten dat je moet invallen is, uh, is heel ver. Allee, bedoel, je leeft wel mee, dit, dat, maar ook de kans is groter dat er ver, drie vervangingen gaan gebeuren en dat er dan ook weer een, een speler in de, in de goal moet gaan staan, want dat zie je ook heel vaak. Ja, he. Dus het was eigenlijk nooit... Uh, ik met het moment op de bank gezien van ik ga hier moeten invallen, dat is nooit in me opgekomen. Dus uh, het moment rond de 75e minuut dat Colin Kozemans rood uh, krijgt en dat jij wel moet invallen, dat is eigenlijk, ja, in een paar seconden verandert echt wel de situatie Ja, ja inderdaad. Uh, en ik weet nog, uh, Pascal Provis zat naast me, want ik, op dat moment besefte ik dat zelfs niet. Maar ik zat zo op mijn, gemak, op mijn gemak te kijken en ik zie die fase gebeuren. En ik ben nogal van vloeken. En plots zie ik die rode kaart, maar nog altijd niet tot het besef kwam van ik moet mee. Maar ik bleef ik ja, gewoon zitten. En plots Pascal tegen ik, Doestje, doestje, het is een ja, echt op zijn brus. Ja, <laughs> zo, ja, hij zit altijd doestje tegen ik, Het is een het is een En ik zo, oh ja, het ja, is juist. <laughs> dus ja, ik weet nog, het was dan immens aan het trainen, redelijk wat kleren aan. Uh, dus al ja, begin ik me daar klaar te maken en te doen. Um, ik weet nog dat niet kwam, kwam dan nog naar mij. hij uh, heeft er nog enkele balletjes uh, uh, in mijn hand getrapt. En uh, toen ja, moest er nog iemand van het veld, Dus eerst moest Colin van het veld, want was eerst nog heel tumult daar in de, in de grote baklijn. Toen moest eerst nog Colin van het veld, Dan waren ze nog aan het beslissen wie dat ze er ging na van. En uiteindelijk hadden uh, ze dan uh, Nicky Zimmeling eraf. En dan uh, ja, moet ik opkomen. Ja. En word je dan nog gebriefd over uh, ja, de die, uh... Ja, ja, ja. Uh, op dat moment zei, de, zei Danny: je uh, heeft, heeft er één gescoord naar links, dus naar mijn linkerhand, en je uh, heeft dan één gemist naar rechts. Uh, dus ja, maak je eigen keuze, doe waar je goed bij voelt. Uh, maar ik ben van nature wel iemand die, die goed is in, 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 in penalties. Bij de jeugd ook altijd, als we het toernooi in handen. Na het toernooi moest je dan nog drie of vier penalties geven. Voor de statistiek moest je gelijk staan in punten. En meestal wonnen we daar wel. Dus dat is altijd wel iets waar ik zeer goed in, in geweest ben. Dus uh, voordat ik opkwam, werd ik wel nog gebriefd. Maar het was wel niet van je moet naar links springen. Het was echt van heeft één gescoord links. Dus je dacht. Hij heeft al een keer ah, ja, dacht, uh, gescoord ja. op links, dus ik kies weer voor uh, Ja, inderdaad. Dat was, uh, ja. dat was een uh, En dat is iets. Clash dan, hè? De, ja, de Sacha American. Clash dan, ja, inderdaad, ja. Klopt. Ja, wat we vergeten die match is, Colin had ook al een pinaal gepakt. Dus, dat waren al... Ja, klopt. Inderdaad, ja, dus, in, in, uh, de, in de eerste helft. He. Speel dat dan ook in je hoofd, van... Oké, okay, we hebben hier al een pinaal gepakt, hoe kunnen we kunnen ja, dat hier nog Op dat moment denk je dan niet aan. Um, ik wist wel nog, want op het moment dat, dat Simling van het veld komt... Uh, want ik denk dat de eerste helft... No, nul, ja, het was 0-0. Ik denk nul, dat, nul. dat de eerste helft Jovanovic, was ja, die aan het trapte. Ja, die had gemist, Dus het was sowieso al een andere strafschopnemer. Uh, dus uh, Kleshtan, die stond effectief al klaar op het moment dat Niki nog van faal aan het lopen was. Uh, maar op dat moment denk je niet van, ze hebben hier alleen gemist. Maar ik weet wel nog, dat was echt de periode dat ze er niet achter een ander misten. Ja, ja, nee. uh, ik weet ja, nou, dat was dat, echt dat, niet was, normaal. Inderdaad. Ik weet nog, met dat debakelen was dat niet ook Europees, dat ze er daar ja, een keer uh, in de, in drie of vier gemist hadden. Uh, dus uh, op dat moment had ik aan de uh, zee veel meer te verliezen dan ik natuurlijk. Ja, dat is waar. Dat is waar. En uh, je, stro-, je stopt die strafschop. Dan scoort Club eigenlijk nog. Ja, oh, wie, wie scoort ja, dat een la, ja, ook, ja, ook, ja, ja, op ook penalty. Een straf, ook op penalty, ook ja, penalty, ja. Klopt, ja, ja. klopt, klopt. Ja, ja. Maar dan toch nog uh, een domper op de feest ja, ja, absoluut. Uh, ik had nooit vergeten, Jaco Venko door op de flank, een voorzet die eigenlijk veel, allez, veel te ver is. Uh, ik heb er hem dan nog altijd voor vervloekt, Tom de Sutter, die nog die bal een klein beetje divieert. Waardoor denk ik, dat, ik denk dat al mijn bak was, denk ik. Ik weet meer juist wie. Die hem dan niet kon wegwerken, want de bal ging net over hem omdat Tom hem divieert. En dan vangt Juhasz de bal op, laat hem achteruit. En Jovanovic uh, trapt hem wel heel goed binnen, feiten. Ja, want ik zag de beelden, gisteren ja. nog een keer. Het was wel uh, ja, heel goed getrapt. Ja, ja, inderdaad. Maar toen was het was nog niet gedaan, hè? Dus Jova scoort. Ja. Het ja, had hij nog heel dat fout. Ja, uh, gaan zippen, overlopen, he? dat was. Uh, ja, ik weer een zot. Ja, maar, Lod en ik waren aanwezig. En ik, al ik herinnerde me zeker nog de strafschoppen. Uh, maar ik herinner me evenzeer de viering van uh, Jovanovic. Oh, man, man, had hij ja. dan eerst nog voor ons een bank gelopen? lopen. Ja, en hij met een machinegeweer als ja, ja, supporter. Uh, ja. ja. en, en leeft dat dan verder na de match? Of of is niet dat er ha. dan nog contact is door de oudere spelers van jullie met Jovanovic? Nee, ik nee, denk niet dat er, dat er na de match dan nog iets. Uh, maar uiteindelijk, ja, je komt, je komt met tien man terecht en dan, dan ben je in principe nog blij ja. dat je een punt pakt. Mm. Uh, want uiteindelijk kom je met 10 man terecht, plus een penalty tegen. Uh, maar blijft dat 0-0. Uh, maar achteraf, gezien, ja, je komt dan nog 1-0 voor met 10. Dan hoop je natuurlijk dat je dat, dat, je dat, dat, je dat vasthoudt. Maar ik denk op het moment zelf, met 10 komen penalty tegen, dat je dat wat tekent voor een punt. Maar gezien de omstandigheden, kom je daarvoor, voor. Uh, dat is natuurlijk wel een heel zuur. Plus vooral dat het in de extra tijd was ja. dat hij dan nog scoorde, dat was, uh, was wel heel zuur. Die dag blijft jouw dag. Je wordt er altijd mee geassocieerd. Ik denk dat dat wel een mooie dag is, maar het is dan eigenlijk wel. Ja, maar... Van dat ene moment, dat ging echt. Hoe ga je naar huis, heen, nee. is dan trots? Want je hebt de strafschop ges uh, gestopt, je ja. hebt uh, gedeputeerd en, en of toch eerder een beetje een ontgoocheling? Goh, ja, um, um, vlak na de match, want ook als je, allee, ik heb die beeld nog liggen, zie je heel veel onthoogeling op mijn gezicht vlak na de wedstrijd. Mm. was echt van, uh, oh, die laatst kregen weer nog tien en uh, was ik echt heel veel onthoegeling na de match. want ik kon, kon echt zien die beeld nog altijd voor me. Ik kon echt niet lachen, maar sowieso al een winnaar. maar dan, uh, ik heb dat je alles een beetje laten bezijken. natuurlijk, uh, besef je pas wat je echt gedaan hebt. plus dan er, uh, dan er, dan, dan er vrienden zijn van mijn ouders. Die dan achteraf zeggen: um, We gaan al zo lang naar club en we hebben nog nooit geweend in een stadion. Ja, buiten dat moment. Ja, ja. zegt hij, We hebben al een paar kampioenschappen gevierd, dat is euforie. Maar ween van geluk hebben we nog nooit gehad. En dat zijn dan vrienden van mijn ouders. En dan besef je pas in feite wat, dat je, wat, dat je, wat dat je gedaan hebt, zeker als jonge gast. Ja, 70 jaar. Ja, en dan overheerst er wel meer trots dan, dan ontgoocheling. Je spreekt over jonge hasjes in de kleedkamer. Dat dat misschien soms passant zijn, maar dan wisten ze wel goed genoeg wie dat douchtje Ja, verandert jouw status dan? Ook... Ja, ja, dat wel, maar allez, ik weet nog. Eh, ik, allez, ik werd sowieso altijd wel aanvaard. Aan want eh, ik weet nog met onze mental coach. Eh, we zaten met heel, met heel de groep samen. En we moesten dan. Eh, om, dat was toen vlak voor dat seizoen. En dat was eh, een sessie om elkaar wat beter te leren kennen. En ik weet nog, ja. Uh, wie, speelt er, wie speelt er vaak uh, op de Playstation? Moest die die vaak Playstation Playstation, gaan recht staan. En en plots kwam de vraag: wie is de sfeermaker? Wie, wie vindt er van zichzelf dat hij een sfeermaker is in de groep? En ik ging als enige naar haar recht staan. En dat was in feite mijn binnenkomer. Allee, ik herinner er toe wel al zo met, 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 met de, de beurtnis van Steen al een klein half jaar mee. Dat was mijn eerste seizoen. Dat ik vast daar de keeper was. Dat ik op de ploegfoto stond en dit en dat. Dus dat was in feite mijn binnenkomer met de volledige ploeg. En had dan als jonge gast als één naar haar recht staan. En toen, een paar maanden later, ga je aan debuteren. Dus ik was wel al direct goed hoe ontvangen in de ploeg. Plus dat ik echt wel een sfeermaker ben. En ik kom de bus, als we gewonnen, zat dat ik daar te zingen en te doen. Want dat maar, wil ook wel zeggen dat je van nature zelfvertrouwen hebt. Want anders doe je ja. zo'n ding. Anders ga je niet als, als nieuwkomer in de kleedkamer zeggen dat je sfeermaker bent. Moest dat je dat je ja, wel voelt en zelfvertrouwen Ja, zelf natuurlijk, uh, Maar het ding ook was: dat, we, dat was ook het seizoen dat we elf nieuwe hadden. Dus we ik ook een volledig nieuwe ploeg. Uh, dus oh, dat was wel gemakkelijker om dan. Ja, iedereen zoekt een beetje. Ja, ja. dus dat was wel gemakkelijk. Plus, als, als je daar als enige nieuwkomer zou binnenkomen. Ja. En, en, en je zit nog met al gevestigde waren van het jaar voordien. Uh, maar we toen ook een, nieuwe, een volledig nieuwe ploeg. Dus dat was wel iets gemakkelijker om uh, echt in te integreren binnen de ploeg. Uh, wie was dat dan allemaal? Wie was er een beetje de A-selectie? De, de, de spelers van toen? Goh, uh, dat waren voornamelijk. Uh, allee, met de... Oud-gediende met, met Vadis en, en Ryan Donk en, en die die er toen wel bij bleven. En dan een beetje de, de, de man van Scandinavië die overkwam. Uh, Zimling, Stanman, Almebak, uh, Tom Hugli. Uh, dat waren een beetje de jongens die, die erbij kwamen. Uh, ook uh, Rafa kwam er toen bij. Uh, Vasquez ja. was dan ook. Uh, dus dat waren een beetje de nieuwe. Uh, iets, iets later kwam de Carlos Bacca dan er ook nog bij. Dus uh, dat, was, uh, dat was die periode. Nou, niet slecht, hè? Nee, nee, nee. Zie nee. je dan eigenlijk bij uh, bepaalde van die spelers dat ze echt wel een heel hoog niveau hebben? Die, die, die vastkist van nature is dat. Ja, dat, ik... was, uh, dat was. Um, ik zeg het, op training was dat niet normaal. Toen zag je wel echt dat er daar uh, zo'n Barça-school in zat. Um, en voor de training, als wij korte matchken speelden, wist je: bij, bij Victor, win je. Dat was niet normaal. Die zag ieder houtje, als als, als keeper. Een half meter te veel naar rechts. om de wijze aan het spreken. En kort hoek een beetje open, omdat hij misschien wat anticipeerde. Je had de bal ertussen, steen, boom lag in die korte hoek. Dat was niet normaal hoe snel dat hij alles zag. Maar op plein, tegen hem heeft hem dat hij, well, hij had soms matchen. je zegt van Goh, fantastisch. Mm -hmm. Maar het heeft hem nooit echt uit. Waarom? Denk ik ook, omdat hij gewend is van het Barça systeem. En je ziet dat ook in Barça: iedereen weet waar ze moeten lopen, hoe ze moeten lopen. En dan komt Victor hier en je ziet fantastische voeten. Kan voetballen, niet normaal. Maar ja, de spelers er rond zijn veel minder gewend. Uh, ook de, de snelheid van uitvoering is bij Barça tien keer hoger dan bij ons. Dus dat had er ook mee te maken. Plus dat hij dan ook daar al niet de niet uitblinker was. Um, en dan komt hij bij ons met, met gasten die bij, bij, uh, bij Barça nog minder zo presteren. Of dat hij zo mm -hmm. kunt presteren. Ja. Dus die dan ook wat minder waren dan hem. En die, die ja. Dus het is, altijd, ja, het, is, het is altijd makkelijker als mindere voetballer om met de hoen samen te spelen dan omgekeerd. Ja, dat denk en ik uh, ook, ja. dat is wel het probleem was van, uh, van, van, van Victor toen. Maar als ik één iemand mag zeggen dat dat de beste is dat ik ooit mee samen spelen, was Ivan Perisic. Het was toen in die korte periode uh, dat ik dan uh, ik mocht meetrainen bij het vertrek van Steen. En die was echt wel, goh, die had alles. Die was snel. Die was, die was sterk, die was technisch. Die kon een voorzet geven, die kon een goal maken. Die was links-rechts, die had een goed kop ja. die Dat was een werker. En je ziet ook zijn, zijn carrière. Ja, je... Inter Milan, Bayern München, waar hij allemaal gespeeld heeft. Eh, met Kroatië, nationale ploeg. Ja. Roesselaar. Uh. Ja, begon bij Roesselaar, inderdaad. Eh, maar dat was echt. Dat was echt iemand die toen zei: Van ja, die. Uh... Is die niet in de winterstop overgekomen? Of? Ja, ik weet het niet. Ja, het kan, kan zijn dat hij in de winterstop van Roeselaar overgekomen is, dat kan ik niet meer zeggen, maar die was echt ja. well, fenomenal. Ik, ik denk, ja, ik ben het niet meer zeker dat hij. Die... Ik, ik herinner me nog een match dat ik in het stadion zat tegen uh, Genk, denk ik. En dat ik toen eigenlijk al zag dat hij echt wel uh, ja. heel goed kon voetballen. Ja, like dat ik zegt, ja. Je heeft alles eigenlijk. Ja, dat he? was echt de meest complete speler dat ik ooit mee speelde. Die was zo goed, dat was niet normaal. Ja. Je dropt wel wat, wat leuke namen en ik moet zeggen, ik zit eigenlijk actief in dat stadion begonnen gaan in de periode dat we heel lang geen titels wonnen. En als je dan nadien kijkt, ja, de naam Bakka, Vasquez, Perisic, uh, alleen nog wel een aantal echt wel talenten. Alleen ik vond, misschien mag ik dat niet te luid zeggen, maar Gigi vond ik ook echt wel een heel goede voetballer. Um, ja, hoe komt dat dan? Denk je dat we in die periode zo lang geen titel behaald hebben? ik um, denk. Um de jaren voordat ik gekomen ben, dan, dan de, dat er misschien wel net iets te weinig kwaliteit was. Um, vo, vo, voornamelijk denk ik dan ook vooraan, want we hebben heel lang zonder topschutter gezien. De eerste dat we terug hadden, was Perisic, denk ik, en was dan nog geen, geen, geen diepe spits, ik ja. meer een flankaanvaller. Maar dat had ook veel te maken met, met het niveau van de basiscompetitie. Uh, ik denk dat, dat wel een beetje, ja, we hem ook wel heel lang geen topschutter hadden. Plus, um, de, 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 de kern die we toen hadden, denk ik, dat net iets te oud was. Um, iets te weinig kwaliteit. Allee, met, 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 met al respect, woord. ik herinner me nu een mens die zonk vooraan. Fantastische voetballer, fantastische carrière had. Maar toen het moment dat hij bij Club Brugge was, was die, zijn carrière ja. was misschien al iets aan het dalen. Pas op, hij heeft nog fantastische dingen laten zien. Dus uh, alle respect daarvoor, nog altijd. Maar ik denk dat we toen gewoon nog dat, dat, dat tikkeltje... Extremisten. En dan uh, inderdaad, de naam zegt met een Rafa, met een Vasquez, Ja, dat was een compleet nieuwe ploeg. Um, dus dan is dat wel heel moeilijk om, uh, om, om direct uh, voor die prijzen te gaan spelen. Uh, je ziet dat nu ook bij uh, de mannen uit Brussel, ze hebben nu ook een heel nieuwe ploeg, maar je ziet hoe moeilijk dat het toch is. Okay, heel veel jong geweld ook, mm -hmm. dat ook. Um, maar je ziet toch hoe moeilijk dat ze het vinden om echt standvastigheid te vinden. Dit, dat. En Club is daar denk ik ook wel heel lang zoekende naar geweest. Um, uh, toen, uh, toen ze Hans gingen aan, toen ze Ruud Vormer ging gaan aan. Het eerste jaar was dat ook nog niet top, maar je ziet, jaar na jaar... En er was een keer momentum nodig, denk ik. Ja, en er, hey, uh, dat de, ook, maar bekerwinst... je ziet nu ook, de kern, echt, de kern van, van Club Brugge speelt nu al ja. vijf, zes jaar samen. Ja. En dat is, dat, dat zie je, die automatismen zijn er. Zo uh, perfect, die doet dit, doet dat. En inderdaad, er was een... Inderdaad, een keer iets nodig om gewoon weer een keer die prijs te pakken. Net dan de Beker eh, in Brussel was daar, was daar de start van. Uh, maar ik heb altijd gezegd: van als Christophe Daum trainer gebleven was, gingen we jaar vroeger kampioen gespeeld. Ja. Dat, dat was eigenlijk de beste. Ja, dat was, uh, ik weet nog, we zijn toen dat jaar tweede geworden met Christophe uh, Daum als coach. Hij is toen vertrokken. Uh, Voor maar... persoonlijke reden was dat hij op dat moment? Hij ja, was zelf vertrokken. Hij zelf het was voor uh... zijn familie. Het ja, 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 inderdaad. De, de, de exacte ring weet ik niet meer, maar dat was echt een trainer. Uh, ik weet nog, was aan, toen, uh, je zat te babbelen in de kleedkamer en ik kwam binnen en iedereen zweeg. Ja. <laughs> maar ja, dat wil veel zeggen. Als je binnenkomt, en de als, als de trainer binnenkomt en je zit daar met dertig karaktertjes samen en iedereen zweeg plots, dan... dan... Ja. Dat, is, dat is voor mij... Boch, dat was echt een fantastische trainer. Dat is ook tactisch... Eigenlijk. Ja, heel sterk. Ja. Want ik weet nog dat we toen ook dat jaar met hele kwade gekwetsten zaten. Maar als ik toen feite de, de ploeg bekeek... Maar wie dat wij toen tweede ge, geworden zijn, dat was met de Figuera's, met de Almebak, centraal achterin, eh, met, met Josef Aqupala vooraan. Los van die hastende kwaliteit, mm -hmm. maar dat is niet een ploeg dat je kampioen mee speelt. Omdat ja. zijn geen, dat zijn geen drie titularissen. Hij zegt daarmee, ja. speel je heel het seizoen en speel je kampioen toch niet. Zeker niet zoals we nu hebben. De, um, de, de, er zijn twee dingen dat ik met Dome associëren. De Dome scoren, Ja, de 1-0. De e ja. dat goed is. En dat videootje dat Nem zegt, shake zet Met dat heel zwaar Duits Ah Ja, ja Duits inderdaad, accent. dat filmpje, ja. Shake that. Ja, was fantastisch. Maar inderdaad, Donk kost wel alles uit zijn kern gaan. van, dat zijn de kwaliteiten. En onze kwaliteiten dan voornamelijk op het verdedigende, de nul houden. En we scoren wel. En we scoren ja, veel. Alleen veel. Ieder wedstrijd al één keer. En heel de nul. En dat was wel inderdaad de Donk-score, klopt. En wie? Dus Visser is vertrokken als jij er nog was? Kost Koster. Sorry, klinkt Kost-, Hollands. Ja, ja, het klinkt Hollands. Koster <lag problems> is vertrokken. Uh, dan is Dome gekomen. Wie kwam er na Dome? Ik denk George Leekens. Ja, dat was. Denk heen. George oh. Leekens, Dan Garido en dan Predom. En, en, en dat ne, ja, was de zijn de, de trainers? Ik ben ja, ben bij Koster, dan Dome, Leekens, Garido en Predom. Ja, dat is de volgorde. Ja. En je hebt altijd die oppositie als. Was je altijd derde keeper of ook soms reservekeeper? Ja, ja ik, heb, ik heb een periode, periode heel lang reservekeeper geweest. Maar dan uh, ja, natuurlijk was natuurlijk bij een sukkel met mijn blessures aan mijn knie. En dan, uh, toen ben ik nooit echt meer uh, tot, uh, tot tweede, tweede doelman kunnen raken. Want ja, op het moment dat ik terug op niveau was, scheurde ik wel iets anders af. We hebben me dan uh, zes keer mogen opereren in drie jaar aan dezelfde knie. En dan, uh, ja, toen was het wel. Uh, en dan komt er zo'n onaangenaam gesprekje waarschijnlijk op de club. Of is het zelf? Hij zelf nee, nee, ik had nog een jaar contract. Uh, maar het was in feite in samenspraak met de chirur. Dat chirurgen zei, uh, ja Sven, als je nu een knie wil rennen, is dat best nu na je laatste operatie, dat je sowieso uh, een jaar niet voetbal, dan je echt een jaar concentreert op die knie. En, uh, uh, om toch zeker als je voor, je voor je 35ste geen nieuwe knie wil doen, dan ga je spreken. nu wel even je verstand moet gebruiken. Maar ik had toen nog een jaar contract bij de Club. En uh, ja, toen ben ik gewoon in alle eerlijkheid naar de club gestapt. Toen dus denk ik: ja, Ik een jaar, niet oh, een jaar niet voetballen. Ik ga weer een jaar oud zijn. Um, ik kan gerust geloven dat jullie. En ik zit nog met een jaar contract. Dus in wezen van spreken kon ik een jaar nog op mijn gemak zitten. Een beetje revalideren, wat oefening doen, dit dat. Maar goed, uh, mijn contract is dan in feite uh, ontbonden geweest. En ze hebben dan nog uh, een stuk uitbetaald. Ik heb dan effectief uh, een jaar niet gevoetbald. En. Uh, en dan uh, ja, wat lager ja. uh, en me zo terug begonnen. Je bent nog bij Moskroen gestart uh, of niet? Nee, dat, dat, was, dat was toen. Allee, mijn laatste, allee, ik had nog twee jaar contract. Ja. En mijn voorlaatste jaar wat, ben ik bij Moskroen ja. gestart. Dan na iets aantal weken me daar gekwetst. Ja. En dan uh, geopereerd en gedaan. En dan uh, nou, was dan ergens terug. Ja, fit ergens, allee, fit. April, april, mei ging ik terug op controle. En toen zei hij, ja, uh, het is beter dat ik niet nog uh, een zeker jaar laat rusten, blijf de oefening doen. dan had ik nog een jaar contract bij de club. En toen zou je er zo uh, zo uitgekomen. Momentaal was dat de klop? Oh ja, ja, dat was een serieuze klop. Um, ik denk dat ik toen uh, in, 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 een, in een maand of een twee maanden tien kilo verdekt was. deed niks meer. Mijn oefening dat ik zo gezet moest toen, uh, ik ook niet meer. Uh, en uh, ja, dat was echt wel uh, een serieuze tik, Want to, dan kwam uh, ik plots Al hetgeen dat je, dat je dat je voor gewerkt hebt, dat je zo lang veel voor gelaten hebt. Uh, s'avonds laat gaan, s'avonds laat. S'avonds naar je school gaan trainen. Uh, om negen uur thuis komen, nog je huiswerk maken. Dus waren wel veel opofferingen die je moest doen. Uh, valt allemaal plots weg. Maar goed, uh, ik heb dat dan allemaal wel kunnen plaatsgeven. Want dan ja. wist je, ik word geen profvoetballer meer. Ja, op dat moment uh, ik dacht, allez, dacht ik, wist ik van ja, nu, nu is het voorbij. Uh, het zal niet worden. Uh, en dan ga ik, uh, ga ik bij Wetteren gaan spelen in vierde klasse. Uh, en dan, uh, ja, in het begin was het, ja, ik zeg het toen, bijna een ja, jaar en een half niet gevoetbald. In het begin was het echt dramatisch. Dat was echt, hoog oh, man. Plus, je had niet niveau. Want er waren wel wat verwachtingen waarschijnlijk dan. Ja, ja ik weet. Ik kwam daartoe. Ja, wel niets Van Doest en dit en dat? Ja. En dat was een heuse stunt. Maar die eerste matchen, ik weet nog, uh, na vijf, zes matchen. Toen kwam de coach en zei: Ja, nu ga je vandaag toch wel een keer uh, mogen presteren, want volgende week is het een ander anders. Want zeg, het, als hij in de hoekschotten zat, hij binnen. Dat was hij niet normaal, mijn niveau uh, Ik was alles kwijt, explosiviteit, dit dat, Maar plots, ja, dan die ene match speel ik goed. En ze zien alles wel in stijgende lijnen han. Uh, ben ik echt terug goed begin spelen, is dus mijn knie en like, alles weer begin aanpassen of aanpakken. En, en, en nu, uh, moet ik zeggen, de laatste drie jaar had ik toch wel een, een, een beduidend hoog niveau. Ik heb zelf nog uh, twee jaar en een half terug uh, een gesprek gehad met KV Mechelen. Die me, die, me die me terug wilde gaan. Dat is dan uh, ja niet doorgegaan. Maar achteraf gezien weet je dan wel waarom. Met, met heel die samen ja. met, met de managers en dit en dat. Plots hadden ze daar dan een keeper van, ik weet niet waar. Uh, dus ja, uh, dat weet je maar, wel, uh... Je bent nog jong? Keepers en een langer, langere ja, inderdaad, carrière. Ja, inderdaad. Maar ik zeg het, is ja. er, is er, Zit is er nog Ja, mee? Ja, de laatste twee, drie jaar je dat toch terug op te leven. Waarom? Omdat ik ook gewoon een uitstekend goed niveau haal. En dat er toch wel links en rechts al wat ploegen komen kijken. Zijn, maar ik zat net nog in de riekste laag om echt die sprong te maken. En dat was dan in tweede amateur. Dus als je een A, en B hebt, dan heb je eerste amateur, tweede amateur. En ik heb daar uh, vier jaar in gespeeld. Uh, en dit seizoen ging zo mijn, eer mijn eerste jaar, ze zijn dus vorig jaar kampioen met knokken gespeeld, uh, gepromoveerd naar, naar eerste nationale of eerste amateur. En toen zie je er al wel leuke ploegen in zitten. Ala Olympique Charleroi, Maas Mechelen, Visie, uh, Dender. Uh, fantastisch leuke ploegen over heel België. Uh, en ze hadden mij toen gezegd, ja, de sprong van tweede amateur naar, alles maar 1B, is te groot. Uh, je wilt het eerste keer zien hoe je presteert in eerste, uh, eerste amateur. En dan ja dit jaar, allee, dit jaar, het jaar dat je 27 wordt, dacht ik echt van ja, het is hier het moment. Ah, natuurlijk, maar ook je heel je nog je gedaan. He. Het is niet van een of ander debutant die dat nog nooit gedaan heeft. Die gezegd, ja, oh, dat niveau, dat is. Ja, je hebt het gedaan, ja, he? ja, ja. inderdaad. Plus, uh, plus uh, Dutwa, die bij. Um, de keeper was bij, bij sint en dan bij Oostende, die nu in Deinze speelt. Hij heeft zijn eerste wedstrijd ook maar op 7 of 28 gespeeld bij sint Hij is mee overgekomen van tweede klasse naar eerste. Dus dat is nu, hij had nu meer leeftijd. Dus ik had altijd gedacht, ja, misschien als je wat geluk hebt, kan het nog. En dan dit jaar had ik echt gedacht van ja, als ik dit jaar hier een topjaar kan spelen. Ja. Vorig jaar had ik ook wel een goed jaar gehad. Oké, okay, we hadden ook een hele goede ploeg. Ik had slechts maar 24 wedstrijden gespeeld en we te stoppen voor de COVID. En ik geloof dat ik 12 of 13 tegengools maar, maar had. Het jaar voordien uh, had ik op 30 matchen 16 keer de nul kunnen houden. Uh, dus ja, dat waren wel uh, leuke statistieken. En uh, ik, allee, dit jaar had ik echt gedacht: van, ja, als ik dit jaar een goed jaar kan spelen, wie weet. Niet dat dat echt mijn doel was, want als je dan te veel focust ja. kwel hier, hier spelen voor een transfer, dan wil, wil ik ook niet. Doen. Ik kan gewoon goed presteren en dan zie je wel dat er komt. Uh, maar dan, ja, na, na drie matchen wordt de competitie ook stilgelegd. Dus ja, is het weer zoiets van: ik uh, heb al zo enkele jaren een slag gehad. En, dit ja, jaar, komt die, kom, jaar komt in komt komt corona ja. dan. Ja. Uh, Waar ik dan de dus zaal niks kan aan doen. En dat we van: Hoch maat, nu echt niet. En dat is zoiets, maar uiteindelijk ja. Ja, ik kom je ja. me zeer me rot. Bij knokken heb nu eigenlijk voor drie jaar verlengd. Um, ik had een contract voor twee jaar, twee jaar gespeeld. Ik heb nu voor drie jaar verlengd. Dus ik kom eens me rot. En als ik hier nog tien jaar spreken, op dit niveau kan spelen, uh, ga ik me perfect gelukkig mens zijn. Uh, maar. Aan de andere kant is er bij Knokke ook wel een zekere ambitie, ambitie om ja. toch die stap naar 1 te maken. Heel hun stijl is veranderd, dus alles, alle mogelijkheden zijn er om, om toch te promoveren naar 1B. En als ik uh, met Knokke zou kunnen meegroeien en dan terug met Knokken provoeren, dan denk ik dat dat een fantastische ja. uitdaging is. Heb je dan doen. een, een backup plan nodig in je, in je leven? Of, of betaalt dat je levensstijl en je kosten bij Knokken spelen? Of, of moet je nog moet je ja. een andere ding doen? Ja, ik werk nog hier in de zaak bij mijn ouders. Um, uh, werk ik nog eigenlijk overdag altijd, want we trainen toch s'avonds. Uh, we trainen s'avonds om 7 uur, dus kan ik uh, perfect uh, overdag. Uh, doe ik altijd café open. En niet coronatijn. En niet coronatijn, inderdaad. <laughs> belangrijk detail. Ja, zeker. Um, doe ik gewoon s'morgens café open naar werk, ik, uh, totdat, ik uh, totdat ik moet gaan trainen. En uh, er zijn jongens bij ons die, 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 die zijn, zo, zegt die gewoon leven van, van, van het voetbal haalt maar ik denk dan ja als je overdag toch thuis bent en ga je een beetje werken, kan je wat geluk dat ik bij mijn ouders kan werken, Wel heel gemakkelijk is, uh, ook heel gemakkelijke uren of leuke uren. Dus zou maar dom zijn denk ik als je uh, overdag niks doet. Ja. Voel, je, voel je op niveau dat je nu speelt dat er uh, extra naar jou gekeken wordt omdat je de naam mee hebt of of bij andere spelers? Dus echt van wat is het Doost? Ga je extra presteren ja, of? denk wel, uh, wat ik zeg het, iedereen die die, die, die toch, toch tegen ons speelt. Ik uh, denk wel dat we mijn naam een belletje doorinkelt. Ja, vorig jaar hadden we Tom de Zutter bij ons in de spits. Okay, dat is nog een veel grotere naam. Maar dat zijn toch wel de spelers. Ja, het is tegen knokken tegen Sven Doest en Tom de Zutter. En Koen Persoons, die dan ook nog bij ons zat. Um, dus ik uh, ja, denk dat bij sommigen. Ja, kan uh, kan me wel van naam, uh, Maar denk, uh, ik heb liever dat ze me kennen van mijn prestaties ja. dan, dan van mijn naam alleen al. Maar denk wel. Uh, uh, mijn papa zei laatst of toch voor het seizoen. Van ik zie terug een Sven in doel staan, dit niveau wat, van het moment dat hij bij club zat. En ze uh, hebben dan nogal gezegd uh, dat, dat, dat ik echt straal in mijn, in mijn doel. Ik heb momenteel de laatste twee jaar sta ik echt in, in mijn doel van ja, shot me, pak ja. hem toch. Zwaar. En dat is ja. wel uh, heel dat leuk. Is goed, want dat is goed, want dat zijn wel de belangrijke details. Je exit bij Club was niet door niveau, maar blessure. Ja, inderdaad. En, 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 ja, dat Dat moet wel aan nee? Dat is Ik ben moeten stoppen gewoon voor mijn knie. Niet, niet omdat ik niet goed genoeg was. Uh, gewoon door dus mijn uh, beste scouts. Uh, <laughs> 1A, 1B. Ik, ik weet nog, ik ben al altijd een uh, fervent uh, voetbalmanagerspeler uh, geweest. En uh, dat je, allee, toen dat je in die periode bij je club zat, dat je echt wel allee, als talent uh, in het spel uh, stond. Dus ik was altijd wel fan, ook van voor dat ik jou echt... Een keer zag spelen en zo, alleen wist ik wel dat zijn naam in de gaten moest houden. Dus. Ja, kijk, ik heb ook al een nationale jeugdreeksen uh, doorlopen. Ik heb zelf uh, EKS gespeeld met mijn jaren ouder. Ik ja, niet in ja. mijn leeftijd maar ja. met mijn gasten die ouder waren, dan zei ja, hij zich gewoon momenteel beter. Dat was toen uh, met bijvoorbeeld de Van Kronbrugge, ja. die dan op de bank zat uh, voor mij. Uh, als, allee, er zijn nog een naam, Davy Roef, bij wezen van spreken, mm -hmm. ook bij Anderlecht gespeeld. Die, die, die gasten zaten allemaal. Uh, op de bank voor mij of waren zelf niet geselecteerd. Mm. Um, dus dat is, wel, uh, ja, dat, is, dat is wel leuk En om, om nu te kunnen zeggen: van Ik heb met die gasten gespeeld mm. en op jongens, allee, tot aan mijn 18, 19, waar ik beter dan hen. Okay, ze speel nu in eerste klasse. Ik, ik, uh, no. ik heb het uh, niet gehaald omwille van blessures, maar had ik een be beetje meeval gehad, okay, je moet altijd meevallen en geluk hebben en, en kunt presteren op de juiste moment. Maar u weet, was misschien ook wel gelukt, maar bo, dat we nu Ik, nooit ik zag een, uh, allee, op Wikipedia dat je zelfs een keer gescoord had bij uh, de U17 van België. Klopt dat? Ja, klopt. Uh, uh, ja, Veldhol. Ja, ja, ja. Maar. ja, ja, ja. Uh, laatste mut moesten we ons nog kwalificeren voor, voor TK. En we hadden een puntje nodig. En laatste minuut ging ik mee. Wordt gediveerd aan de eerste paal. En Bibi stond aan de tweede paal. <laughs> ik zat er mijn poot tegen en viel binnen. Voor wie waren... was dat? Tegen Denemarken. Ja. Allee, ja. Super, want ja. ik dacht ook spontaan dat ze alle strafschop zijn. Nee, in nee, 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 de laatste minuten uh, mee. En, ja. ja, super. super. Ja, dat was wel leuk. En, en ook waarschijnlijk dan uh, mooie namen waar je mee gespeeld hebt bij oh, die ja, uh, heel nationale. Ja, heel veel. Uh, Romelu Lukaku, Torgan Hazard, Dennis Praat, uh, Leandro Trossard. Um, ja, echt dikke namen. Ja, 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 ja inderdaad. Ik heb, er, uh, ik heb er met een heel pak gespeeld die nu carrière maken. Uh, zie Schrijvers, ook onder andere. Uh, ze, heeft ook, uh, ze speelde ook boven zijn leeftijd in de jeugd. Dus uh, ja, ik zeg het toen we, toen we bij uh, Hannes van der Brugge, dat schiet me ook nog binnen. Uh, Mats Rets, speelde ja. toen zelfs op, op positie nummer 10. Uh, ja, ik herinner toen van Ajax. Ja, beerschot Ajax, en speelde toen zelfs op positie nummer 10. was toen echt wel het grote talent uh, in België. Uh, ja, zeer mooie naam. Ik weet nog. Maar Lukaku was een fantastisch verhaal. Allee, fantastisch. Ik weet nog de tactiek voor de match. Allee, ik, had al, ik heb altijd al een goede traptechniek gehad. Um, en ik weet nog de, de coach Sven van Ploeg vandaag. Op Romelu zijn borst en we handen wat 60 meter verder bij een voetballen. Dus ja, Romelu was toen ook al zo'n mens, was al drie koppen groter dan die centrale verdeders. Dus was gewoon een lange balshot naar Romelu op zijn borst pakken en we zaten bijna aan de carrière voetbal. Uh, toen zag je echt wel al hoe, hoe sterk dat die mens was. Dat was niet normaal. Ja, niet verrast dat hij zo'n carrière maakt. Is. Nee zeker niet. Ik denk dat dat, uh, ja, denk wel dat je mag zeggen dat dat een beste nummer 9 is. Zeker die, die momenteel op de, ja. op de, op de van heel de wereld ja, rondloopt. Los, Puur nummer 9 is echt. Los van zijn club-allianties moet je dat kunnen toegeven. Ja, ja, ik vind wel, dat zeker. wel. Ik denk, uh, ja. denk, denk dat dat nu niet uitmaakt waar dat hij gespeeld heeft. Maar ik denk gewoon dat hij, uh, wat hij nu bewijst bij Inter. En ik vind ook dat hij de laatste jaren uh, ook enorm gegroeid is. Uh, aan zijn, zijn voetbaltechnisch. Als je ziet, gisteren nu ook terug. Uh, heeft hij daar weer een assist perfect in de ja. loop van, van Martinez? Ik bedoel. Als een voetbalman kwaliteit, dat is altijd een beetje het hekelpunt. Ja, ik kan niet voetballen, ik kan niet voetballen, Maar ik denk wel de laatste jaren dat hij toch wel bewezen heeft dat hij toch wel een potje kan. Absoluut. Voetballen. Ook, absoluut. Uh, ik, ik wil het, uh, ik denk dat we bijna gaan afronden, Karel. Nog een, een, een soort vraag staan over allianties met Club Brugge. Je zit in hoofdzaak ook Club Brugge supporter, vermoed ik. Ja, tuurlijk. Ja. Uh, clubman in Hart en hier. Maar je uh, wordt daar uh, nog altijd mee geassocieerd, waarschijnlijk. Hè? Want ik herinner mij, ik was in 2019 op een supportersavond van blauw bloosworth smuiden en er was uh, naast A-kernspelers ook een selectie van oudspelers. En jij was er ook aanwezig. Dus dat wil zeggen dat je nog uh, in het hart leeft van, van de clubsupporters. Is ik... dat iets dat je, dat je nog merkt? Ja, ja, ik merk dat wel. Want uh, ik zeg, het, als ik kan gaan, uh, dat lukt niet superveel. Omdat ik zelf meestal voetbal op zondag. En clubspeel bijna ook altijd thuis uh, op zondag. Uh, maar als ik kan gaan. Ga ik gewoon kijken? Dan zit ik ook gewoon tussen de supporters en stak tussen de, supporters in de kantine een keer een pintje te drinken. En ben ook gewoon uh, ja, een man van volk. En ik denk dat dat wel uh, ook um, Clubbrug dat dat club typeert. Dat dat echt een club is van volk. Uh, van mensen over, over heel, heel België. Gewoon, gewoon simpele, normale mensen. En ja. ik denk ook wel dat ik gewoon zo iemand ben en dat dat, dat ook wel ergens is. Dat, dat ik daarom wel. Graag gezien ben en zo. zo je wordt aangesproken waarschijnlijk. Ga je rondloopt en dan kom je in een club, ja. club van. Ja, sowieso. Waar overal wel door een of andere club van. selfie chilling links en Ja, zo, ja, ja. Dat, gebeurt, dat gebeurt vaak nog een keer. Maar ik vind dat ook gewoon, gewoon leuk om, om, om ergens. Ook al heb ik niet superveel bewezen, of heel weinig bewezen, voor Club Brugge, maar dat ik ook ergens wel gewoon een, een, een uitgangsbord ben als expert van Club Brugge. En, en de mentaliteit in de No Sweat No Glory. Ja, inderdaad. En, 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 Zoiets uh, uh, zo als oud spelers uh, op een supportersavond. Ja, ik, ik ben er enorm fier op dat ik dat zelfs mag gaan doen. Uh, of o, dat is aan oud. Maar ben je oud, ja. denk ik, oud. Maar ik word ook nog jaarlijks uitgenodigd op, op de. Op de receptie van de oudspelers van Club Brugge. En dan zit je daar naast Roodgeen al Hert Verheyen en Frankie van der Helst en dit en dat. En plots stak ik, allez, word ik jaarlijks uitgenodigd met mijn 15 minuutjes dat ik gespeeld heb. En ik vind dat wel leuk. Dat is wel teken dat dat, dat bestuur me ook wel nog altijd uh, erachter ziet. Want ik zie uh, sporadisch uh, Vincent Manhart nog een keer. En Vincent heeft al zeker 50 vijfde keer tegen mij gezegd van mijn top 5 van mooiste momenten. Dat ik ooit al meegemaakt heb, in je van club, sta je op nummer drie met een penalty. En hij is dan een van de grote mannen bij club. En zegt hij: ja, Op nummer één is de bekerfinale, omdat dat de, de, prijs, wel de eerste prijs is dat ze gepakt hebben, dan de eerste titel en dan mijn moment. En dat is wel superleuk om te horen van, van, van zo iemand. En ik uh, ben daar wel enorm fier op dat ik nog uh, toch bij het bestuur en bij de mensen die er nog zitten en die veel te maken hebben met club nog graag gezien ben. En bij enkel supporters dan ook nog een keer. Legends never die, zijn ze dan. Sven, bedankt voor er hierbij te zijn. Het was echt tof. Uh, voor ons was het ook het was een bijzonder aangename podcast. En we zijn blij uh, dat we ja, iets meer over jou, niet enkel over dat ene moment leren kennen, maar ook over jouw verdere carrière. Geen en veel... het feit, en ik wil het nog een keer herhalen, dat je bij Lange nog niet afgeschreven zit. Nee, zeker niet. <laughs> Dank u wel. En oh. Het is mij heel, heel veel plezier gedaan. Merci Sven. Bedankt Merci iedereen. Sven. Alsjeblieft. Zetjes.